De problemen rond de financiële situatie van het personeel van de Surinaamse waterleidingsmaatschappij borrelen verder. Er kan nog steeds geen invulling gegeven worden aan de eisen van de vakbond over onder andere de loononderhandeling. Gistermiddag informeerde de bond van de waterleiding werknemersorganisatie haar leden over de stand van zaken. Ondervoorzitter Tanis Renfrum zegt dat de situatie helemaal niet gunstig is. Zelf als bestuur. We zijn er voor de leden en we komen ook op voor de belangen van de leden. Dus we vinden het heel erg jammer dat er steeds een punt gezocht wordt om niet van start te gaan met de onderhandelingen. Verder heeft de directeur in zijn brief aangegeven dat het bestuur niet rechtmatig is, omdat de voorzitter zijn functie heeft neergelegd, dus de SWO heeft daar automatisch geen bestuur meer. Dit kunnen wij als bestuur niet snappen, want er staat nergens geschreven dat als de voorzitter zijn functie neerlegt, het bestuur dan ook niet meer bestaat. Dat staat nergens geschreven, dus dat konden we niet snappen. En dan nog hebben we geprobeerd hem op andere gedachten te brengen, door hem nog een brief te sturen, om hem weer uit te leggen waarom de ALV het besluit genomen heeft om de waarneming voor te stellen en goed te keuren. Renfrum merkt verder op dat de SWM-directeur de situatie moet snappen omdat hij zelf werknemer was. Dat er geen verbetering komt in de salarissen noemt ze zelf jammerlijk, omdat er hierdoor geen teken van medeleven wordt getoond. Omdat we weten hoe hard het is als we kijken naar de economische situatie in het land. Kan het niet dat we vandaag de dag nog steeds met een salaris van 2020 moeten rondkomen? De afkoop is zo voorbij. Juni is de laatste maand van uitbetaling. En daarna moeten we gewoon weer door met onze oude salaris van 2020. Ik vraag de directeur, hoe verder? Waarom nodigt u ons niet uit om te praten? Want wij willen praten. Wij willen onderhandelen. Renfrum zegt tenslotte dat ondanks alle geruchten die de ronde doen, de bond steeds het belang van de werknemers voorop stelt. De ondervoorzitter merkt op dat het bondsbestuur dus geen giften van de directie zoekt of in het nadeel van het personeel zal onderhandelen.